Welkom iedereen op deze bijzondere editie van WeConnect Apéro bij onze partner de Koninklijke Bibliotheek van België. In 2017, 4 jaar geleden, ging WeConnect van start als een totaal nieuw concept om universiteit en stad met elkaar te verbinden. Dat gebeurde toen aan een lange tafel in de Ravensteingalerij, waar een geweldige ontmoeting plaatsvond tussen de vertegenwoordigers van VUB en ULB aan de ene kant en aan de andere kant de socio-economische, de politieke en de culturele middens van Brussel. We hadden dat magische moment met meer dan 100 partners graag nog eens opnieuw beleefd hier in de Koninklijke Bibliotheek van België. Door corona beperken we ons tot een online beknopt event dat hopelijk heel inspirerend zal zijn. Thema dit jaar is wetenschap en kunst en de verbinding tussen beide. Op het programma veel muziek, prachtige polyfone muziek van Dionysius Nauw en enkele korte gesprekken. Ja, en bij mij de grote baas van de Koninklijke Bibliotheek van België, Sarah Lammens, en de rector van de VUB, Carolien Pauwels. Ja, rector Pauwels, ik zal met u beginnen. Kan u nog eens heel kort uitleggen waarom u WeConnect zo belangrijk vindt? Ja, WeConnect is echt de verbinding, de brug tussen de VUB als universiteit en de rijkdom en de verscheidenheid van Brussel die we in dat project niet alleen willen tonen aan de buitenwereld, maar ook aan de studenten die op de VUB studeren. Dus we zeggen ook altijd, studeren aan de VUB is meer dan studeren alleen. En wel, dan is Brussel ook die extra dimensie. Velen kennen denk ik toch wel de bibliotheek, de Albertine. Maar de Albertine heeft zoveel meer te bieden nog dan puur de bibliotheek. En dus ben ik heel blij dat er ook een WeConnect is met de KBR, met de bibliotheek. Ja, het thema dit jaar is kunst en wetenschap. Dat moet u na aan het hart liggen, denk ik. Ja, dat is heel belangrijk. Ik denk dat zowel kunstenaars als wetenschappers vertrekken van hetzelfde eigenlijk. Een vraag of een verwondering of iets dat ze niet begrijpen en dat ze verder willen exploreren. Ik denk dat kunstenaars heel veel aan wetenschappers te bieden hebben en vice versa. En daarom ook dat ik zo blij ben dat dit een geheel verhaal is. Muziek, boeken, wetenschap. Voor mij is dat, je kan het niet beter hebben, denk ik, bij wijze van spreken. Dus ja, ik ben wel blij over het thema. Ja, WeConnect biedt voor de universiteit een extra dimensie, hè, voor de studenten, voor de onderzoekers ook. Hoe is dat met de partners eigenlijk? Wij zijn ook een federale wetenschappelijke instelling, dus met een uitgesproken onderzoekstaak. Dus daar is een soort natuurlijke band, denk ik. Studenten en onderzoekers zijn ook voor ons een heel belangrijk doelpubliek. We hebben eigenlijk de afgelopen jaren nogal gefocust op cultuurliefhebbers. Ik wil niet zeggen dat studenten en onderzoekers geen cultuurliefhebbers kunnen zijn natuurlijk, maar dat is een groep waar we echt op gewerkt hebben. We hebben ons aanbod voor die groep enorm vernieuwd. Exporuimte herzien, een nieuw museum geopend, onze rijke en verscheiden collecties, om die woorden ook eens te gebruiken, proberen naar buiten te brengen. En nu zijn we eigenlijk echt in volle reflectie om dat publiek van studenten en onderzoekers, om daar terug meer mee te connecteren. We hebben die de afgelopen maanden ook bevraagd rond wat zij in die digitale tijden nodig hebben, welke rol wij kunnen spelen, wat zij van ons verwachten. En projecten zoals WeConnect, dat is voor ons een belangrijke manier om de vinger aan de pols te houden en om in contact te blijven en proberen daar een echte connectie met dat publiek ook aan te gaan. Ja. Zijn er al concrete vormen van samenwerking op dit moment? Ja, absoluut. Ik zei daarnet, onderzoek is misschien het meest voor de hand liggend. We zijn eigenlijk net een onderzoeksproject opgestart in het kader van het FETWIN-programma, waarbij dat we samen met professor Dooms en de Digital Mathematics mensen van bij jullie het KBR Data Science Lab oprichten en waar we eigenlijk samen met hen gaan kijken hoe dat wij onze digitaliseringsprocessen, digitalisering van al dat erfgoed dat we hier bewaren, hoe dat we die kunnen optimaliseren, automatiseren ook en hoe dat we van daaruit ook
opnieuw aan dat publiek van studenten en onderzoekers eigenlijk innovatieve bibliotheekdiensten kunnen aanbieden. WeConnect loopt het hele jaar door, maar de blikvanger is toch telkens weer die WeConnect week, die off-campus week, vlak voor de lentevakantie. Is dat een blijver? Zal dat er dit jaar weer bij zijn? Ja, ik denk altijd van de organisatoren van WeConnect afhangt, zeker wel. En ja, er zit enorm veel dynamiek en in het team. En ik denk ook weer, de campus is van de VUB is heel fijn, de verschillende campussen zijn fijn. Maar het is heel belangrijk dat de studenten ook Brussel zien als een soort van living lab, hè, waar er eigenlijk op ieder hoek wel iets te beleven valt in onderzoek, in onderwijs. En dus de week gaat door. Ik hoop ook dat er tegen dan COVID weer al een toontje lager zinkt, zou ik zeggen. Om het nu heel letterlijk te nemen. Het is gewoon een... Ik hoop en we willen dat dit volledig deel uitmaakt van ons pedagogisch project. En misschien, het is een blikvanger, maar waar we natuurlijk ook heel hard naar op zoek zijn... partners waarmee we de studenten ook eigenlijk vrij structureel in de stad kunnen krijgen. Ik bedoel, ondertussen zijn er ook contacten geweest om bijvoorbeeld ook ruimtes van de federale wetenschappelijke instellingen ook ter beschikking te stellen van studenten. Omdat, en dat is misschien heel praktisch, je hebt een pedagogisch project, je hebt een onderzoeksproject, maar ook infrastructureel, denk ik dat het belangrijk is dat ruimtes kunnen gedeeld worden, zodanig dat de ruimte een soort van opstap vormt naar verdere kennismaking. Dus er is aan WeConnect een heel praktisch luikje van ruimte, het zoeken naar ruimte, ja, gebruik maken van de ruimte die anders soms leeg staat. Maar dan dat ook zien als opstapje naar nieuwe ontmoetingen die dan weer nieuwe dingen genereren. En dus voor mij is WeConnect een domino in het leven van een student of in het leven van de VUB of in het leven hopelijk ook van de partnerinstelling om nieuwe dingen te doen ontstaan. Dat is helemaal zoals wij het ook zien. Ruimte ter beschikking stellen, dat is op zich niet zo moeilijk. Maar het is inderdaad gaan zoeken naar hoe we die bal aan het rollen kunnen krijgen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan lessen die hier worden gegeven door de proffen van VUB of andere universiteiten, maar eventueel ook door onze medewerkers, onze conservatoren bijvoorbeeld, die over dat erfgoed kunnen vertellen. Seminaries, workshops, weet ik veel wat nog allemaal. Een plek waar echt iets te doen is en ook, ik denk dat we dat toch nog eens mogen zeggen, digital first, digital first, digital first, maar er is ook nog een real life en dat is iets wat we toch ook proberen hier met dat prachtige gebouw, de Kunstberg, om een plek te zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen van gedachten wisselen. Dus wij zien dat helemaal zitten om een soort humanities, digital, Brussels, campus city te worden. Voilà, ze zijn bijzonder welkom. Oké, dank voor dit gesprek, Sarah Lammans, rector Caroline Pauwels. Straks zijn we terug met een gesprek met Anne Kelders en met Tore Denis. Tore Denis van Dionysos Now, en daar gaan we nu naar luisteren. Christus Deus solus dicit.
Ja, en hier zijn we terug met Anne Kelders, adjunct conservator van de Koninklijke Bibliotheek van België. En met Tore Denis, die we net aan het werk hoorden met zijn ensemble Dionysos Now. We hoorden werken van de Vlaamse polyfone componist Adriaan Willaert. Wat maakt Adriaan Willaert nu zo bijzonder dat ze hem de Michael Jackson van zijn tijd noemen? Bijzonder aan Willaert is dat hij het als Vlaming, als West-Vlaming van Roeselaar eigenlijk grote carrière gemaakt heeft en geëindigd is in de Basiliek van Venetië, waar hij 35 jaar kapelmeester was. Willaert heeft eigenlijk de structuur die nog bij John Skyne was, bij de vroegere renaissance, heeft hij doorbroken, heeft meer emotie in de muziek gestoken. Hier een mol, daar een kruis.
En daardoor werd de muziek heel persoonlijk. Dus hij sprak echt de mensen aan, de mens zelf. Dus in de tijd waar het humanisme al aan het opkomen was. De Grieken waren in Venetië, de val van Constantinopel was gebeurd in 1453. En er zijn heel veel Grieken ook naar Venetië gekomen. Daardoor werd het heel boeiend om Griekse verhalen te lezen, over de Griekse goden te lezen. Willard was daar ook totaal mee bezig, verwerkte dat ook in zijn muziek. Aquanda, Aquanda Viva, dat wij gaan zingen, heeft ook de godin Diana, die zo mooi is en ze wordt aanbeden. Was hij eigenlijk een prille humanist? Ik denk het wel, ja. Ik denk zeker dat hij hij heeft de kans gegrepen om de muziek echt vanuit de bourgeoisie en vanuit de grote kathedraal of het Vaticaan echt bij de mensen te brengen. Hij gaat bijvoorbeeld een simpel liedje, een Villanesque vanuit Napels, die meestal driestemmig is, gaat hij nemen en zeggen: oké, dat is een liedje echt van de boeren gezongen. Ik ga er echt een vierstemmig, een vijfstemmig, een zesstemmige compositie van maken. Hij gaat er een juweeltje van een compositie van maken. Een humanist in die zin ook, dat hij op ooghoogte met zijn leerlingen bezig is. Hoe kunnen we dat weten? Dus ik denk dat Willaert een heel bescheiden man was. Want als je de drukken ziet, je ziet drukken van leerlingen van Willaert die hun leraar ook ermee bijnemen met de composities. Je ziet ook drukken van Willaert waar composities in staan van bijvoorbeeld een De Rore van een leerling van hem. Dus je ziet dat hij geen grote leermeester is die naar beneden les geeft, maar dat hij echt bezig is met zijn leerlingen. Ja. Willaert, de gedrukte versie van Willaert, dan komen we bij Anne Kelders, adjunct conservator van de Koninklijke Bibliotheek van België. Ja, kunst en wetenschap, dat komt bij u wel heel erg samen, hè, in het werk dat u doet. Wij zijn eigenlijk al sinds een aantal jaren toch ook wel echt bezig met die muziek uit de middeleeuwen en de renaissance. En dat komt door een partnerschap met de Alamire Foundation, het internationaal studiecentrum voor muziek in de Lage Landen. Waar we eigenlijk vertrokken zijn van het idee van, kijk, wij hebben die bronnen van oude muziek. Maar we moeten die inhoud van die bronnen, we moeten die bij een hedendaags publiek kunnen brengen en we moeten die ook bij de uitvoerders kunnen brengen. En we weten dat we eigenlijk nooit met 100% zekerheid zullen kunnen zeggen hoe die muziek precies geklonken heeft. Maar wat we dus wel kunnen doen is zoveel mogelijk informatie verzamelen, zoveel mogelijk informatie interpreteren om tot een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk te komen. Dat wil zeggen dat we die bronnen willen proberen in hun context te plaatsen. En dat is dan de context van het boek, het manuscript, dus de relatie tussen muziek en tekst, tussen de verschillende teksten die soms in één band samenzitten. Eigenlijk hebben wij nu ook een programma ontwikkeld, dat dus ook kadert binnen het FETWIN-programma, waarnaar de rector en de directeur ook al hebben verwezen. Een FETWIN-programma precies rond die oude muziek. En de titel daarvan is From Script to Sound, Connecting Heritage and Art Through Research and Technology. Want om precies die kloof te overbruggen tussen het erfgoed dat wij hier hebben en dan de uitvoeringspraktijk, daarvoor hebben we wetenschap en technologie nodig en wetenschappers uit verschillende disciplines. Het is te zeggen, zowel muzikologen als muzici, maar dus ook historici, kunsthistorici, letterkundigen, taalkundigen, maar dus evengoed ingenieurs die zich met die akoestiek en akoestische reconstructie gaan bezighouden. Dus er komen eigenlijk heel veel verschillende disciplines samen
En het is door precies die combinatie dat ook die connectie tussen erfgoed en dan kunst, in dit geval uitvoeringspraktijk, kan tot stand gebracht worden. En het is daarom dat we ook zo blij zijn dat we hier nu een ensemble hebben van het niveau van Dionysus Nou, met dus echt ook de topzangers die bezig zijn met die oude muziek. En dat dan zeer specifiek met Adriaan Willaert, ja. Want daar weet je ook wel een en ander over. Wel, van Adriaan Willaert hebben we hier jammer genoeg geen manuscripten. Hè. De bekende manuscripten zitten grotendeels in Italië. Maar we hebben natuurlijk wel drukken van Adriaan Willaert. Dus de boeken. Zo is er de Musica Nova. Dat eigenlijk heel bijzonder is, omdat het een werk is dat volledig aan de muziek van Willaert is gewijd. In de meeste andere drukken zijn er verschillende componisten vertegenwoordigd. Dit hier bevat enkel werk van Willaert en zowel een combinatie van die geestelijke als die wereldlijke muziek van Willaert. Het is ook een werk dat is opgedragen aan niet de minste opdrachtgever, met name de hertog van Ferrara, voor wie het hertogelijk huis van Ferrara was eigenlijk de opdrachtgever van Willaert voor hij in Venetië belandde. En wat ook bijzonder is, is dat die bundel een portret van Willaert bevat. Dat is eigenlijk het enige authentieke portret van Willaert. Een andere druk die we hebben is precies die uitgaven van die Canzone Villanesche. En daar staat dan die compositie in, Aquanda Vea. Dat is een werk dat precies gebaseerd is op die Napolitaanse liederen die dan Willaert gaat verwerken en daar dus een meer gesofisticeerde muziek van gaat maken. Maar dit is waar we eigenlijk toe willen komen, ook met dat programma From Script to Sound. Dat is, ja. En wat we dus hier in beeld brengen vandaag, op een paar minuten, dat is dus het vertrekpunt. Het is te zeggen die bronnen van oude muziek en dan het resultaat, die uitvoering voor ook een hedendaags publiek. Maar uiteindelijk is het dan belangrijk dat je begint te zingen en dat je dan de muziek hoort en dat je die kathedraal van klank ziet opgaan en dat je zegt van oké, er is wel theoretisch dit en dit en dit en dit te vertalen, maar eigenlijk, wat we nu horen, dat blaast ons omver. En er moet toch wel, dat is dus de reden waarom ik die muziek doe. En ik denk van ja, in die tijd, de mensen hadden geen radio's en geen platenspelers en geen cd-spelers. Als ze dat gehoord hebben, moeten ze waarschijnlijk ook gedacht hebben van wauw, de hemel gaat open. Het is ongelooflijk, ja. Hebben de mensen vandaag nog oren naar die polyfone muziek? Het is leuk dat het weer... Ik weet niet of dat het met de tijd nu te doen heeft, ik weet het niet. Maar het is interessant te zien dat er natuurlijk een heel deel mensen die muziek heel graag heeft, omdat ze ook een soort esoterische waarde heeft. Ik wil dat nu niet negatief connoteren of zo, maar... Maar het, in tijden zoals deze, die muziek brengt toch wel rust. Ja? En muziek geschreven in Willaerts tijd, Willaert die dan een kind van zijn tijd genoemd wordt. Ik wil echt die spirit bij de mensen brengen en daardoor vele projecten die eigenlijk voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt, zoals een Adriaan Willaert wandeling in Roeselaar, zoals begeleidende informatie, dat eigenlijk iedereen die er interesse voor heeft op een heel laagdrempel manier er kan kennis mee maken. Dank u wel Tore Denis, dank u wel Ann Kelders. En ik stel voor dat we nu vooral gaan luisteren naar Dionysos Nou. Che la vedere la sera.
Thank you.
Zo, dat was het dan. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Volgende keer, hopelijk weer helemaal fysiek. Graag tot een volgende keer.